Italiaanse Basso brengt al 45 jaar voortreffelijke race- en gravelfietsen op de markt. Het is een van de weinige merken die de fietser de mogelijkheid geeft om de fiets ook zelf samen te stellen. Bij elk model heeft men de keuze uit meerdere kleuren, versnellingsgroepen, al dan niet elektronisch geschakeld, Shimano, SRAM of Campagnolo, en verschillende wheelsets. Zo kan je je perfecte fiets volledig naar eigen smaak en budget samenstellen. Kijk eens op hun website www.bassobikes.com. Eenzaam aan de top. Twee superieure fietsen. De Diamante en de Diamante SV. De Diamante heeft een schitterend, tijdloos en zeer licht carbon frame. Het is het oer-Basso frame. Door gedurende 22 jaar te werken op continue evolutie en verbetering, komt men tot deze unieke, buitengewone fiets. Dit frame, met de eerder klassieke, ronde en lichte carbonbuizen, zorgt voor een veelzijdige fiets, ideaal om te klimmen en om af te dalen. De Diamante SV, of de Super Veloce, is de aerofiets van Basso. In tegenstelling tot de Diamante heeft hij meer druppelvormige buizen voor een betere aerodynamica en ook een lage achterbrug voor meer reactiviteit. Een betoverende, snelle fiets. Ik zwijg even, zodat u beter kan genieten. De Astra. Van deze Bassofiets hebben we zeer hoge verwachtingen. Dit is een verkoopstopper, een volbloed renpaard. Een lichte, carbonnen fiets met volledig geïntegreerde kabels. De rechte vork en de lagere achterdriehoek zijn overgenomen designkenmerken van de Diamante SV en zorgen voor een gelijkaardig, reactief rijgedrag. De Ventadisc. Deze fiets is, zoals alle vorige modellen, handgemaakt in eigen huis. Om zo jarenlang duurzame prestaties te leveren en dit aan een zeer scherpe prijs. Een meer ontspannen geometrie geeft extra comfort aan de rijder. Voor de liefhebber is dit frame ook nog beschikbaar met de klassieke velgrijm. Ook deze fiets kan men volledig naar eigen smaak en budget samenstellen. Zelf in deze prijsklasse. Basso heeft met de Palta een eerste klas gravelbike in een gamma. Hij heeft een aflopende bovenbuis om meer zadelpenflexibiliteit beschikbaar te maken. Wat leidt tot meer comfort. Verder een hogere balloofbuis voor de mogelijkheid tot een meer rechte houding. Maar Basso is de racers niet vergeten. Rijders hebben de keuze om de stuurpen gelijk met de balloofbuis te monteren voor een lagere zithouding. Heeft u interesse in de Basso fietsen? Kom gerust eens een kijkje nemen bij Interbikes Leuven of Tiene. Tot binnenkort.